Yo jongens en meisjes en welkom terug bij een nieuwe video. Dit is de laatste video van van Kas Open. We hebben er eigenlijk de vorige video hebben we het eigenlijk niet zo goed gedaan. We hebben 1-0 gewonnen van Charleroi, 0-1 verloren van Club Brugge, 1-2 gewonnen van Anderlecht, 0-0 gelijk gespeeld en 1-3 verloren van Gent. Nu moeten we thuis tegen Standaard, thuis tegen Anderlecht, uit in Club Brugge, thuis tegen Charleroi en uit in K-Gent. Dus hopelijk hebben jullie het een leuke video vonden. Geef wel zeker een like. Ik ga het nu proberen minder hard te roepen, zoals in de vorige video. Want ja, je weet, mijn roepen, ja, daar haalt het toch niks mee uit. Ik probeer het te vermijden, maar het is moeilijk. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik probeer goede video's te maken. Ik probeer hier gewoon Europees te gaan spelen met Open. Maar als het zo gaat blijven, dan gaan we FIFA 19 helemaal in Europa League zien. Dus hopelijk gaan we het eerst dan daar toch een punt pakken, al zeker. Liefste 3 punten. Maar ja, we gaan gewoon zien. Dus ja, ik zie je bij de match. Oké, okay, ja. Hopelijk gaan we winnen en we zijn eraan begonnen. Leien, jawel! Nu al 1-0! Ja, 8 doelpunten in de Pro League. Oké, zie. Maar waarom verspringt dan in een keer naar een ander manneke? Leien! Oh, in de save van Oshoa. En de corner. De save van Oshoa, jongen. Dat was wel een lekker save. Leien! Oh my! Corner? Oké, corner. Dan gaan we het anders aanpakken. Garcia!
Ah, met de zwakke trap. En nu kunnen ze counteren hoor. Daar is dan daar niet slecht in. Dat zie je nu wel. Carlinhos. En ernaast. Oh, nu ben ik blij. Oh nee, hier is een kans. En een save. Van Kroonbrugge. Echt weggewerkt. Hier is nog eens een kans. En gemist. Oh, hier komen we. Hier gaan we echt niet. Hier gaan we echt niet winnen hoor. Ah, sorry, nu heb ik de herhaling weer al geskipt. En Poku is geblesseerd. Oké, okay, rust 1-0. Ik weet niet dat we de 1-0 gaan volhouden. Ik zit me de hele tijd te roepen, sorry hè. Mijn gamegeluid staat gewoon te hard. Ik weet niet dat we de eerste helft gaan. De 1-0 gaan vasthouden. Ik weet het echt niet, maar ik heb zelf al moeite om te spreken. We gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren in de tweede helft, dus ja. Oh, wat? Huh? Oh my! Gele kaart, weer al voor Rits. Oh jong. Ja, oké, okay, dat brak zijn nek wel bijna, maar ja. Ik was ook al bijna de keeper. Oh, ik was de keeper even, sorry. Lee. Goeie bal. Garcia. Lee. Lee. Ah. Oh. Rits. Jawel! Jawel, lekkere goals, hè. Hier de kans, oh maat. Volgende is goed aan het spelen. Alleen weer al offside van Leijen. Ken ik geen verschil, jongen? Hè? Ken ik geen buitenspel? Drie keer Leijen gewoon, hè. Weg, weg, offside. Niet. Maar, hey, maat, offside, niet of wat? Jong, jong, jong. Alleen bij ons zien ze dat, jong. En dan heeft hij nog geluk dat hij terug in zijn voeten komt, de maat. Oh, jong, oh, jong. Oh, jong. Genieten, denkt hij, nee. Nee, 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 weg, 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 weg. Nee, 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 oh! Oh, 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 fuck. Dat was echt wel, oh, te close, te close. Oh, jongen. Oh, yeah. We staan misschien gelijk, maar als je ziet naar welke ploeg dat we nu moeten. We moeten nu tegen Anderlecht, hè? Tegen Anderlecht, dan tegen Brugge, dan tegen Charleroi. Dat moet nog een 3-punter zijn misschien. En dan tegen Gent. Die drie ploegen, daar gaan we nooit van tegen winnen. Oké, okay, in Anderlecht hebben we gewonnen. Alleen de play-offs alleen. Voor de play-offs hebben we tegen Club Brugge 2 keer gewonnen. Oké, okay, maar gaat dat nu zijn? Ik weet niet, want we hebben nu al thuis verloren. Tegen Gent hebben we ook altijd verloren. Zelfs uit de beker geschoten Gent. En tegen Charleroi kan het ook zijn dat we daar tegen gaan verliezen. Dus ik weet het gewoon niet. Ja, we moeten gewoon zien. Anderlecht staat nog altijd 3 punten voor op Standaard. Dus ja. Het gaat nog spannend zijn. Maar ik weet niet. Oh, gaat het? Gaat het een omsvoordeel zijn? Of niet? Ik weet het niet. Ik zie jullie gewoon bij de match.
dat is aanvallend voetbal, daar doet hij het voor. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. 3-4-3, dat oogt lekker aanvallend. Ja, zeker als de vleugelspelers snel druk zetten even en de middenvelders aansluiten. Ja, ze moeten wel oppassen dat er geen al te grote ruimtes in hun rug vallen, want dan ben je defensief kwetsbaar. Oké. Hopelijk gaan we winnen. We zijn eraan begonnen. Dus ja, wens me succes. Oh, bijna. Oh, de save van mijn Kronbrugge. En, oh, daarnaast. Oh, ik dacht dat het tegengoal was. Unyekuru, tegen zijn ex-club. Leie. Niemand is voor doel. We maar wel een penaltyfout. Oh, maar ik wil die niet missen. Samen een penaltyfout. Ah, ja, ik weet, als er nieuwe kijkers zijn, ik weet het. Ik ben een noob als ik mijn pijltje doe. Maar sorry, ik kan het niet anders. Ik kan echt geen penalties. Come on. Leien. Kunnen je dat goed? Ja, blijkbaar wel. Oh. 75. Garcia gaat hem zetten. Garcia, stel me niet teleur, vriend. Oh ja, ja! Oh maat! Zijn eerste doelpunt. Oh, ik ben blij dat die bal nog terug naar ons kwam. Anders kon ik het vergeten. Yo. Oh, de save van mijn Kronbrugge. Soms springt gewoon een manneke dat je geselecteerd hebt en in een keer naar een ander manneke. En dan automatisch gaan ze de bal nu wegkopen. Hè? Dat is iets dat zeker is. Oei, dat was een zo'n... Goeie plek, ja. Allee, slechte plek, ja, als je die bal erin kreeg. Kom aan, Apia, stel me niet teleur. Goed zo. Oh, we kennen ze. Allee! Nu alle twee wegen. Rechts achter een weg en links. En rechts achter een weg en rechts midden een weg. Gewoon weg. Weg is weg! Hé, maar de Lucas moet er ook nog op komen, mannen. Oh, mooie bal. Mackenzie. Garcia? Jawel! Jawel! Twee keer, jongen! Held! Holy shit! Nice, jongen Garcia, nice! Oh, held! We staan gewoon op de eerste plaats! Oh! Oké, ik weet niet dat het voor lang gaat zijn, maar als het zo blijft, dan gaan we gewoon Champions League spelen. Dan gaan we gewoon kunnen lachen, maar ik denk dat dat te mooi is om waar te zijn. We moeten nu tegen Club Brugge, daarna nog tegen Charleroi en daarna tegen Gent en dan is het gedaan. Oh, dit is spannend. En zeker als we nu zien dat we eerst staan. Ho. 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 Are you ready?
Come on, boys. Deze moet ook winnen, ja. Oh. Ik weet niet dat we deze gaan winnen, maar ja, het zou wel moeten eigenlijk. Een echte kampioen wint tegen elke ploeg. Amani! Oh, Liam, waar wacht je nou? Oh! Fallen! Wat een Fallen! Come on, Fallen! Ah, corner! Afif? Nee. 0-0! Ah, ik... Nu is de vraag, denk je dat ik nu ga winnen? Allee, gaan we winnen? Ik weet het niet. Ik weet echt niet, totaal niet. Anderlecht moet tegen Gent, of Charleroi moet tegen Standard. Ik weet echt niet. Amani! Amani! Jawel! Jawel, jawel. Oké. Amani heb ik er maar uitgehaald, want het begon moe aan te worden. Hé, hey, maar ref! Kom joh, dat is op de ballen, joh. We hebben nog altijd kans, hè. Oh, nee, corner, kijk. Nog een half uur. Hey! Kipchu, come on, joh. Oeie. Kipchu. Jawel, 0-2, boeken toe. Dank u wel. Oh jong. Fosse! Wat rood, ja, wat jong! Maat! Allee, jong! Hey, kom, jong! Alsjeblieft, ja! Het is een spelletje, Brent, het is een spelletje. Rustig, jongen, agressief mens. Oei, 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 pas op, hè, want. En? Jawel! Het is gedaan! Boek het toe, jongens! Boek het toe! Oh, my! Oei, we zijn een vrijter tegen de camera. Nee, met zijn gezicht. Oh joh, wie had er eigenlijk gescoord? Dat heb ik niet eens gezien. McKenzie. Jawel jongens, jawel. Nog twee matchen. En dan weten we wie de kampioen is. Anderlecht moet tegen Gent, Charleroi moet nog tegen Standard. Als die alle twee punten laten liggen, dan wordt het gemakkelijk.
Maar ik zie ze alle twee de punten meenemen. Dus, ja, Anderlecht heeft 2-0 gewonnen, standaard 0-1. Dus we staan nog altijd gelijk met Anderlecht, maar wij hebben meer doelpunten. Met doelpuntsaldo, dus. Wij staan eerst. We moeten nu tegen Charleroi. Daar wil ik nu echt geen dure punten laten liggen. Ja, Club Brugge moet tegen Anderlecht en Standaard moet tegen Gent. Dus wij hebben eigenlijk in principe het makkelijkste. Allee, wij zijn de makkelijkste. Allee, amai. Wij hebben de makkelijkste tegenstander. Eigenlijk, als je het bezie. Dus, we moeten nu de 3 punten hebben en dan tegen Gent. Moeten we eigenlijk ook wel winnen, liefst. Ah, ik weet niet. Ik zie jullie gewoon bij de match. Come on boys, stel me niet teleur, alsjeblieft. Echt, ik smeek het u, stel me gewoon alsjeblieft niet teleur, hè. Mijn hart bangt er bekend uit. Zoveel stress heb ik, maar het maakt niet uit, het is gezonde stress. We moeten deze gewoon winnen. Alles op alles zetten. En dan, ja, zien we wel wat er gebeurt. We zijn begonnen. Verdier, sterk blijven. Terpan! Oh! Oh nee. Oh, wat een save! Oh jong. Ja, de keeper hem niet gepakt, zat hem er wel mooi in. Weg. Kom maar, Rits. Dan Bambi. Verdier! Jawel! Oh, ho, ho. 1-0. Na een half uur spelen. Ah, nee. Ah, de save van Van Krombrugge. Nog 1 minuut en het is rust. Ah, de save van Van Krombrugge. En weg. En weg. Oké, zie ik het goed komen? Nee. Club Brugge Anderlecht 0-1 en Standaard K Gent 0-1. Anderlecht is dure punten aan het winnen en Standaard is dure punten aan het verliezen, maar de match duurt 90 minuten, dus ja, alles kan, hè. Limbombe, oh, Amani, Verdier, jawel, jawel.
Ja, wel mannen. Oh nee. Afkappen, naar binnen komen en trappen. Jawel, 3-0, pataat. Ik had het wel een beetje gemakkelijker verwacht dan die andere matchen, maar zo gemakkelijk had ik het nu ook wel niet verwacht. Ah! Oh my, je mist dat nog! Lekker! Tweede paal! Jawel! Denk je, je hebt professioneel verwisseld met CU Pro, hè? En nee, dat is niet zo. Echt niet. Want ik was er al een hele tijd op aan het denken, omdat het nu zo gemakkelijker gaat. Ik heb het echt gewoon professioneel laten staan. Dus. En dan gaat het erom spallen. Je moet er echt wel. Ik hoop dat Anderlecht tegen wie moet Anderlecht eigenlijk. Anderlecht moet tegen Standaard. Oeh, ik hoop dat ze daar geen 0-3 gaan winnen. We moeten gewoon Nee, als die winnen, dan mogen we gewoon niet gelijk spelen. We moeten gewoon winnen. Dat kan niet anders. Het is in Gent. We moeten daar echt gewoon een topmatch gaan spelen. Want anders gaat dat gewoon niet. Come on boys, laatste match, wie wordt er kampioen? Open of Anderlecht? Chance dat we niet tegen Anderlecht nu moeten, want dat was nog spannender geweest. Come on, spreekt elkaar moed in en dan gaan we ervoor. Wesley van Gort is er scheids, oei oei. En we zijn eraan begonnen. Leie. Amani! Oh! Amani? Amani! Jawel! Jawel! Malle.
Het is maar een spel. Het is maar een spel. Oh, maar ik wil gewoon kampioen spelen. Dat is de eerste keer dat ik met deze kas open serie kampioen speel. Los in de winkelhaak, zegt hem. Weg. Weg. Mannen! Wat een save! Want zal morgen alles, hè, Gent? Oh, jong. Nee, 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 jongen. Leeën! Maat, ouwe, jong, pas toch fatsoenlijk, jong! Pak die bal, jongen! Ja, de laatste minuut scoren naar de aansluitingstreffer, man. Ze hebben al onze dromen kapot gemaakt, jong. Bekerwinst, nee. Titel, nee. Allee, jong. Nee, dat gaat er niet meer. Nee, nee, nee. Maat, we zijn gewoon fucking kampioen. Bro. Maar ik heb gewoon gestrest voor niks. Ik heb me belachelijk gemaakt gewoon. Ik heb me echt gewoon belachelijk gemaakt, hè. Oké, ja, we zijn blijkbaar dus kampioen, blijkbaar. Dus ja. Ik heb mij eigenlijk echt zo belachelijk gemaakt. Omdat ik echt wel pis was. Oh, jong. Wie had dat ooit gedacht dat we deze seizoen, deze FIFA kampioen gingen worden met kas open? Wie had dat ooit gedacht? Oh, jong. Oh, jong, oh, jong. Oké, we zijn kampioen. We gaan volgende in de FIFA 19 de Champions League spelen. Hier wint zelf Juventus de Champions League. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent. En vergeet ook niet op de duimpje te duwen, dan weten we wanneer ik iets upload. En dan zie ik je in de volgende video. Ciao. Yes!